Goed, hallo en welkom weer bij een nieuwe video-les van Roberta. En deze keer gaan we kijken naar deel 3 van de samenvatting van paragraaf 3, magnetisme. Namelijk het hele stuk over veldlijnen. Want we hebben natuurlijk net al gezegd: als we een magneet hebben, dan heeft die magneet altijd een Noordpool en een Zuidpool. Nou ja, dat is heel erg leuk en aardig. Maar. Hoe kunnen we dat magnetisch veld ons een beetje voorstellen. En de truc daarbij is dat doen we door middel van dit soort lijnen. Nog eentje. En eh, nou ja, dan maken we nog eentje wat groter erbij. Maar dit soort lijnen hebben een aantal eigenschappen. Ten eerste zeggen we altijd. Buiten de magneet gaat een veldlijn altijd van noord naar zuid. Dus dat betekent dat de richting van deze veldlijnen allemaal ze is zoals ik nu op deze of met deze pijltjes aangeef. Oh, uh, pa -pa -da -pa -da -pa, zoals ik met deze pijltjes aangeef dus. Oké, okay, dat is deel 1. 1. Buiten de magneet gaat hij van noord naar zuid. Maar verder hebben die veldlijnen nog een paar andere heel erg leuke eigenschappen. En de eerste belang of de tweede belangrijke daarvan is: ze kruisen nooit. En als vervolgeigenschap is. Um, ze proberen altijd zo ver mogelijk uit elkaar te komen, maar ze moeten ook voldoen aan de vervelende eis dat ze de kortste weg van noord naar zuid gaan nemen. En als je al 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 deze dingen gaat combineren, ja, dan uh, moet je heel veel combineren, dat ten eerste. Maar dan kun je wel precies dit soort patronen verklaren. Maar als je dat soort regels ook erbij pakt, dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen: Nou, stel ik heb een uh, hoefijzermagneet. Dus dan heb ik hier de Zuidpool. Dan heb ik hier de Noordpool dan kunnen we gaan zeggen oké okay, in een hoefijzer magneet zullen de veldlijnen van noord naar zuid hop 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 dit is telkens de kortste weg dan is dit ook nog de kortste weg voor deze veldlijn dan is dit de kortste weg voor deze veldlijn dit is misschien nog de kortste weg voor deze veldlijn maar op een gegeven moment zullen de veldlijnen ook dit soort dingen gaan doen Op die manier kun je van alles en nog wat aan veldlijnpatronen verklaren. Je gaat gewoon een beetje puzzelen, denken van: oké, okay, van noord naar zuid moet een veldlijntje lopen, moet een veldlijntje lopen. Oeh, deze veldlijn heb ik eigenlijk te dicht bij het geheel getekend, want er had er nog eentje bij moeten. En zo kun je hele patronen tekenen volgens dit soort systemen. Ehm... Um, als je volgens dit soort systemen werkt, dan is er nog één laatste belangrijke regel. En dat is: hoe dichter de veldlijnen op elkaar. hoe sterker het veld. Dus dat betekent, als we die regel pakken, dat we hier een heel sterk veld hebben. en dat we hier. Een heel zwak veld hebben. Waarmee je dus ook kunt verklaren waarom een gemiddelde magneet in het midden een stuk zwakker is. En een stuk minder goed is in dingen aantrekken. Dan een sterke magneet. Je kunt hier ook mee verklaren dat als ik twee magneten bij elkaar houd. Dus ik pak hier een magneet. Hup, nummertje 1 met de Noordpool. En ik heb hier een magneet. nummertje 2 met de Noordpool. Dan zullen die veldlijnen, die normaal altijd natuurlijk heel erg leuk zo lopen. op een gegeven moment hier. toch wat in de knoop komen. En ik weet dat op het uiteinde van dit had ik het heel erg slordig getekend. Maar die veldlijnen op dit punt hier in het midden. dat gaat in de knoop. Die veldlijnen die worden op elkaar geperst. En als je die magneten dichter naar elkaar toe zou gaan duwen. Worden die veldlijnen nog meer op elkaar geperst? Die veldlijnen die wilden dat niet. Met als eindresultaat het wordt uit elkaar geduwd. Draai het om, had de ene of een van de twee een Zuidpool geweest. Dus hier hebben we een magneet. Hier hebben we nog een magneet. Dit is een Noordpool en dit is ook een Noordpool dan is natuurlijk dit automatisch een Zuidpool. Dan zullen die veldlijnen natuurlijk nooit van zijn leven nog dit gaan doen om van noord naar zuid te gaan. Maar die zullen, wacht even, dan heb je natuurlijk hier ook nog een veldlijn die dit doet. Um, dan zullen die veldlijnen gaan combineren en het volgende doen. Want dit is uiteindelijk voor een veldlijn een veel kortere manier van stiekem een rondje maken. En ja, binnen een magneet gaan veldlijnen natuurlijk ook door. Goed, dit was deel 3 van de samenvatting van paragraaf 3. Ik ben Jan Willem van voorbere.nl. Ik hoop dat je ook weer iets aan deze uitleg hebt gehad. In ieder geval, wederom bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.